Monique vertelt dat als ze 14 jaar geleden besluit uit haar huwelijk te stappen, ze niet gezond leeft en niet gelukkig is. De periode die daarop volgt bestaat volgens de MEF-ster uit alleen maar feesten. Het gevolg hiervan was dat ik steeds zwaarder werd. Als ze zichzelf in 2021 terugziet op televisie, is dat voor haar de druppel. Hierna zat ik bijna tegen depressiviteit aan. Toen ging de knop om, ik moest echt gaan afvallen en gezonder gaan leven. Via Instagram komt ze in contact met iemand die ook een maagverkleining gaat doen en sindsdien is ze bijna 30 kilo lichter. Mijn mindset is veranderd, stelt ze. Voorheen kon je mij wakker maken voor patat, terwijl ik tegenwoordig de voorkeur geef aan een salade. Daarbij komt dat Monique nu 2 keer in de week sport. Ik heb echt het idee dat ik een tweede kans op het leven heb gekregen. Alles wat ik nu aanraak wordt goud, als het ware. Tegenwoordig ben ik bewust bezig met gezond leven. Haar streefgewicht heeft de 56-jarige nog niet bereikt, maar ze is wel heel dichtbij. Daarvoor moet ze nog 1 kilo of 5 kwijt. Al is ze nu ook al heel gelukkig met haar nieuwe lijf. Ik ben namelijk door het afvallen niet alleen lichamelijk gezonder geworden, maar ook mentaal, aldus. Monique mag via Married at First Sight dan misschien niet de liefde hebben gevonden, Sunny en Dylan wel. Onlangs gingen de tortelduifjes terug naar waar hun liefde ontstond, Italië. We'll be right back.